Hallo allemaal, dit is Alberta en welkom bij een Red Dead Redemption glitch. Vandaag gaan we een duplicate doen, namelijk een vis duplicate. We gaan een vis die wij hebben gevangen zo dupliceren dat je meerdere keren kan verkopen en dus geld kan verdienen in het spel. Wat best wel zeldzaam is, ook al met die nieuwe rollen nu is het wel een stuk beter geworden. Nou, we beginnen hier bij Valentine en dit is een goede plek om een vis te vangen, want hier zit zo'n grote vis die we nodig hebben. Dus wat heb je nodig? Een hengel en een special river lure of een river lure, welke je hebt. Deze glitch kan je dus niet doen als je het hengel nog niet kan kopen, dus dat is wel een beetje het jammere. Maar heb je eenmaal de vis gevangen, en gelukkig gaat het voor mij heel snel hier, want het kan echt een tijdje duren, leggen we die op het paard en gaan we naar de volgende locatie. De volgende locatie waar we heen gaan ligt in de buurt van Valentine en dat is een stal daar. Het is belangrijk, we moeten een stukje namelijk van de butcher weg zijn en dit is perfecte afstand daarvoor. Dus we gaan nu even snel, heel snel, naar deze locatie toe rennen. Nou zijn we op deze locatie aangekomen, gaan we ook gewoon de stal binnen. Als je hier binnen bent, is het belangrijk dat je helemaal afremt voordat je hier van je paard afstapt. Nou, druk gewoon op het driehoekje en je stapt er vanaf. Het is hierbij belangrijk dat je de vis eerst nog even van het paard afhaalt en later ook weer teruglegt. Eigenlijk, doe maar meteen. Volgende wat we gaan doen is, we gaan wegrennen van de stal, zodat je paard, wat je nu nog op de minimap ziet, buiten je minimap valt. Je blijft het wel zien hoor, daar niet van, maar je moet het niet meer zien op je minimap. Hij moet er gewoon buiten vallen. Nou, wat we gaan doen, we drukken nu op linker pijltje, zodat we onze interactive menu openen en gaan naar online opties. Hierbij gaan we van de playing style offensive, wat je van tevoren dus ook moet hebben, naar defensive. Maar voordat we het hele menu afsluiten, gaan we ook nog even het kamp neerzetten. En het maakt niet uit waar je neerzet als u maar geplaatst wordt. Nou, zodra die geplaatst is, zie je hier aan de rechterkant, your camp has been pitched in dit geval Big Valley. En dan gaan we onszelf van kant maken, wat ook belangrijk is in deze glitch. Ik gebruik hier Toxic Moonshine voor, omdat ik wat meer de tijd heb, want we moeten nog wat doen. Je moet hier goed luisteren en zodra je de klink hoort van hey, ik ben dood, moet die overgezet worden naar offensive. Je mag hem heen en weer bewegen, dat maakt niet zoveel uit. Zolang je maar op het moment dat hij dit ziet, naar offensive gaat en snel je menu sluit. Hierbij is het belangrijk dat je niet op het kruisje drukt of voor respawnen, maar gewoon het blijft lopen zoals hij nu doet. Nou, zodra je terug bent, ren je naar je paard toe. En dat is belangrijk, je moet je paard niet oproepen. Dus we gaan even een stukje daar naartoe rennen, om te zorgen dat we daar weer komen. En vooral het laatste stukje is belangrijk, ren niet naar je paard toe om op te stappen, nee, loop naar je paard toe. Helemaal op je paard, gaan we naar de slager toe. Maar gaan we nog niet verkopen, want we zijn nog niet helemaal klaar. Er moeten nog een paar kleine stapjes voltooid worden. Nou, zijn we bij de slager, hier. Zorg je er weer voor dat je paard eerst weer helemaal stil staat voordat je afstapt met het driehoekje. Zet hem wel in de buurt, want je hebt hem zometeen nodig en heel veel rennen is ook natuurlijk niks. Nou, ben je afgestapt, dan moeten we nog weer naar het interact menu gaan. Pijltje naar links, online options en we zetten ons op defensive. Je hebt nu 30 seconden de tijd, en dat is redelijk wat, om de vis eigenlijk van de achterkant van je paard op te tillen
en weer terug te leggen. Het kan soms zo zijn dat je hem er wel apart afhaalt en meteen dat hij weer terug ligt, pak hem dan nog een keer. Of dat je hem probeert erop te leggen en dat lukt niet, want je krijgt hem weer terug in je handen. Dan weet je in ieder geval dat hij goed gelukt is. Nou, dan gaan we naar de butcher toe. We verkopen hem. We gaan één keer omhoog drukken, kruisje en dan weer rondje. En dan moet je weer naar je paard toe lopen om hem weer van het paard te pakken en weer terug erop te leggen. En daarom is het zo belangrijk dat hij in de buurt staat. Anders blijf je rennen. Ja. Heb je hem er weer opgelegd, loop je weer naar de butcher en is het eigenlijk weer hetzelfde. We drukken op cel, we drukken één keer omhoog, kruisje en dan rondje. Maar let wel op en word niet onvoorzichtig, want je kan hem namelijk zo, wat ik nu ook doe, op de grond gooien. En omdat het een geglitchte vis is, kan je hem ook niet meer oppakken. Jee. Nou, we hebben berekend, je kan ongeveer 3 tot 4 vissen per minuut verkopen. En dat komt ongeveer uit op $1 of 1500. Dat is redelijk wat geld in dit spel. Nou, dat was het, deze glitch. Ik hoop dat jullie hem vaak kunnen uitvoeren en wat geld kunnen verdienen. Ik hoop dat jullie het leuk vonden ook. En ik zie jullie graag bij de volgende. Later!